Yes mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video. Leuk dat jullie weer kijken. Ik heb vandaag voor jullie even een andere video dan normaal. Normaal heb ik altijd de voiceovers met de training video's. Maar ik heb een nieuwe upgrade gekocht voor het kanaal. En dat zijn van die draadloze microfoons. Dus dan doe je er eentje aan je camera en eentje hier aan je shirt of aan je pad. En dan kan je gewoon direct naar de camera toe praten. Terwijl het geluid nog goed is. Dat je niet de muziek nog flink op de achterkant hoort. Ik hoop dat de audio ook goed klinkt. Als dat niet het geval is, zal dat door de video's heen steeds beter gaan klinken. Maar dat gaat vast wel goed komen. Ik heb vandaag een pool day op de planning staan. Dus gaan we aan de dikte van de rug werken. We gaan wat biceps pakken en natuurlijk wat bovenkant traps. Ik begin dadelijk ook alvast mijn, even kijken of jullie kunnen zien, intra-workout te drinken. Die kan je ook na twee oefeningen pas drinken. Maar ik doe meestal gewoon aan het begin van de training drinken. Er zit niet heel veel meer in, want mijn calorieën zijn flink omlaag gegaan. Dus mijn koolhydraten zijn er helaas uitgehaald, wat ik wel heel erg fijn vind. Hier zit nou in 15 gram aan EAA's en we hebben creatine erin zitten. Er zit dan 5 gram in. Ik doe altijd 5 gram creatine op een trainingsdag. Dus op een rustdag neem ik geen creatine in. Op een trainingsdag altijd 5 gram. Dus dan begin ik dadelijk aan te drinken. En dan zien jullie mij zo in de gym. Alright. We zijn aangekomen bij de gym. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen, want de muziek staat altijd knijteruit aan. We gaan beginnen met de Hyro oefening. Hyro is voornamelijk om echt goed die overal rugdikte te creëren. Dus bovenkant rug, traps, ook wat lats erbij. Dus vind ik een hele fijne oefening om mee te beginnen, om die rug ook goed warm te hebben. Dus gaan we beginnen met de eerste set. Gaan we nog twee setjes achteraan doen. Dus let's get started. Zeker een tip om altijd je straps te gebruiken met rugtraining, om geen zorgen hoeven te maken om je grip en altijd 100% focus te hebben op de oefening zelf. Alright, waar je bij deze oefening voornamelijk op wil letten is dat je gebruik maakt van de full range motion. En dan bedoel ik mee dat je hem eigenlijk zo ver mogelijk naar boven toe wil halen om een goede stretch uit je rug te pakken. En zo ver mogelijk naar achter toe, dus je wilt die ellebogen voorbij je rug halen. Dus niet hier en dan weer terug gaan. Nee, je wilt echt die squeeze eruit pakken om een goede contractie uit je rug te halen. En zo haal je ook het meeste uit deze oefening. Dus hier gaan we dan, tweede set. We zijn aangekomen bij de chest support machine rows. Super oefening om goed aan de dikte van de rug te werken. Daar gaan we twee sets van doen. De eerste gaan we nou doen tussen de 5 en de 9 reps. En de tweede tussen de 10 en de 15. Ik doe niet altijd al mijn sets filmen, want ik denk dat ook niet iedereen geïnteresseerd is om elke set te zien. Maar ook bij deze oefening gaan we gebruik maken van de full range of motion. Dus ook hier helemaal naar voren toe om een goede stretch uit je rug te halen. En dan ook weer die ellebogen weer voorbij je rug halen om een goede contractie eruit te pakken. En zo haal ik dan het meeste uit deze oefening en heb ik ook de beste connectie. Als je een slechte connectie hebt met deze oefening, hou hem bij de squeeze een seconde vast. Die voel je hem nog beter en kan je er nog meer uithalen. Waarom ik bij deze oefening dan geen straps gebruik, is omdat mijn handen naar beneden glijden met deze handvaten, want die zijn best wel glad. Dus meestal bij die rubberen handvaten kan ik wel beter mijn straps erom doen. Maar bij deze gladde gaan ze naar beneden te glijden en dan, ja, dat is gewoon totaal niet fijn. Dus daarom gebruik ik ze hier niet. Zorg er ook voor dat je heupen wat meer naar achter toe hebt. Dat zorgt er namelijk voor dat je nog betere connectie hebt met je rug. Dus heupen naar achter toe, borst goed tegen het steuntje aanhouden. Gebruik maken van de full range of motion. En als je een slechte connectie hebt, hou hem even vast bij de squeeze. En dan weet ik zeker dat jij deze oefening nog beter gaat voelen.
Alright, we zijn aangekomen bij de derde oefening alweer. Bij de barbell rows, een van mijn favoriete oefeningen voor het rugtraining. Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen zien met deze paal hier voor mij. Maar hier gaan we ook twee sets van doen. Eerst tussen 5 en 9, twee tussen 10 en 15. Waar bij deze oefening 5 in is altijd wel mijn riem te gebruiken om extra stevigheid te hebben voor mijn onderrug. Als ik die niet gebruik, dan krijg ik daar enorm last van. En dan wil ik niet, ik wil gewoon allemaal focus hebben op de oefening zelf. Ook weer mijn straps bij deze oefening. Om geen zorgen hoeven te maken om mijn grip. Ik voer deze oefening dan wel gewoon lekker snel uit, want daar voel ik hem gewoon super mee. Heb jij een niet zo'n lekkere connection met deze oefening, voer hem wat rustiger uit, ga wat lichter. Dus ga maar eens lekker aan beginnen. Bij deze oefening zie je misschien niet de beste vorm voor een barbell row, maar soms gaat het er niet om de beste vorm te hebben, soms gaat het er ook om hoe jij hem het beste voelt bij de oefening. Dus soms is de range of motion wat korter om de oefening beter te voelen, soms gebruik je wel full range of motion om er het meeste uit te halen. Wat ik echt altijd zeg is, doe waar jij hem het fijnste voelt en hou dat lekker aan om ook de meeste progressie uit te halen, dus sterker in te worden. En uiteindelijk zal de spier ook zeker groter gaan worden. We zijn aangekomen bij de pullover. Echt een super oefening, super machine om echt te werken aan de dikte van je lats. Waar je voornamelijk hierop wil letten is dat je sowieso gebruik maakt van deze gordel. Want dat je niet voorover gaat met je heupen. Want dan voel je je niet meer zo goed deze oefening. En wat je wilt is zorgen dat die stang uiteindelijk hier komt. Dus niet hier, niet te ver naar boven toe. Ongeveer bij de gordel, bij je navel wil je hem uit laten komen. Echt een goede squeeze te pakken uit je rug, uit je lats. En dan ook het meeste uit deze oefening te halen. Dus we gaan hier twee sets van doen. Twee sets. Eerst tussen 5 en 9. Weer de zwaarste oefening. En de tweede doen we tussen de 10 en de 15. Doen we ook iets lichter om die aantal reps te behalen. Maar waarom ik altijd de eerste als zwaarste doe, is gewoon heel simpel. De eerste set heb je altijd de meeste kracht, de meeste energie. Dus dan wil je gewoon het meeste uithalen. En de tweede set is gewoon voor meer volume. De tweede set zorgt er ook voor dat je weer sterker wordt voor de volgende keer als jij je eerste set gaat doen. Je kan hem eventueel hier aan de zijkant pakken en je elleboog hierop laten leunen, maar ik vind het voornamelijk fijn om hem hier bovenop te pakken. En hier een goede squeeze eruit pakken. Die voelde goed. Oké, we zijn aangekomen bij de achterkant schouders. We hebben net onze rug gedaan, dus we hoeven alleen nog maar twee sets achterkant schouders te doen. Waarom zo weinig? Want achterkant schouders trainen we al met rug. Dus wat ik dan meestal doe is gewoon die achterkant schouders nog meer met bloed laten volpompen. Dus door een paar simpele oefeningen, bijvoorbeeld met de pec deck, met de dumbbells. Deze keer vandaag doen we met de kabels. Gaan we met het touw doen. Wat ik voornamelijk fijn vind is mijn vingers, mijn wijsvinger en mijn middelvinger langs het touw afhalen. In plaats van dat ik hem hier pak of met de duimen vind ik het voornamelijk hier fijn. Niet helemaal omhoog, één standje omlaag en dan naar het voorhoofd toe halen. Voel je achterkant schouders, dus ga niet te ver naar achter toe, want dan pak je voornamelijk je traps. Pak hem tot een punt waar jij hem nog goed voelt op je achterkant schouders. En haal hem dan weer rustig terug naar voren toe. Of gewoon snel, wat jij het fijnste aanvoelt, dat hou je lekker aan. En zo ga je hem zeker beter voelen in je achterkant schouders. Dus twee sets rond de 20 reps. Thank you.
ook. Het is niet een oefening die ik meestal super tot falen doe. Als ik 20, 25 reps gehaald heb, dan stop ik er wel mee en dan doe ik even een minuut wachten en dan doe ik gelijk de tweede set. En geloof me, dan zitten die achterkant schouders goed vol. Hier gaan we door met de bicep curls. Hier gaan we twee sets van doen. Ook bij deze oefening gaan we ervoor zorgen om nog meer bloed in die biceps te pompen. Want dan pakken we ook wat mee met rugtrainen. Dus hier gaan we nou twee sets van doen. Twee sets tussen de 15 en 20 reps. Altijd lekker hoog in reps met de armen trainingen. Daar voel ik ze het beste mee. Haal ik de beste pomp eruit en voelen mijn armen gewoon echt geweldig. Alright mensen, als bovenkant traps nog even aanpakken, gaan we twee sets van doen tussen de 10 en 15 reps. Ook bij deze oefening om nog meer bloed in die spier te pompen, want die pak je voornamelijk ook mee met het bovenkant van je rug trainen. Wel rustig uitvoeren, dus bovenin even een goede squeeze eruit pakken. Rustig naar beneden toe halen om het beste deze oefening te voelen en ook om het meeste uit te halen. En dat was dan het einde van deze training. Ik hoop dat jullie deze training leuk vonden. Even een andere soort video dan jullie normaal gewend zijn met de voice-overs. Als jullie dit leuk vinden, laat het vooral weten in de comments. Het is wel wat extra werk voor mij, maar ik vind het totaal niet erg. Want het was even wennen in het begin, maar uiteindelijk wij er wel aan om gewoon tegen die camera te praten. Dus laat me vooral weten in de comments wat jullie ervan vonden. Als je de video ook leuk vond, geef vooral een like. Dat helpt mij enorm. Abonneer ook zeker op het kanaal. Kom ik zat leuke content aan. En dan zien jullie mij weer de volgende keer.